Op maandagmiddag 14 juli 2008 heeft zich op de Lekdijk in Schalkwijk een ernstig ongeval voorgedaan. Een automobilist is op de Lekdijk waarschijnlijk de bocht uitgevlogen en van de dijk afgereden. Hierbij is de auto een aantal malen over de kop geslagen. De bestuurder kwam bekneld te zitten in zijn voertuig. Brandweer, politie en ambulance rukten met groot materieel uit. Zelfs de traumahelikopter werd ingezet om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. De auto werd bij het ongeval zwaar beschadigd en raakte totaal los. De man is per ambulance met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Na medische assistentie te hebben verleend, vertrekt de traumahelikopter weer. De politie startte gelijk een sporenonderzoek om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Dit is de plek op de Lekdijk waar de auto de bocht uit is gevlogen.